De zomervakantie staat er voor de deur. Waar gaat u dit jaar heen? Dat is de straatvraag van vandaag. Nee. Waar bent u vorig jaar? Of waarom gaat u niet? Omdat ik daar geen budget voor heb. Ik heb de leeftijd om elke dag vakantie te vieren. Okay, wat doet u dan elke dag? Zegt u? Wat doet u dan allemaal elke dag? Overdag, ik kom juist van de sportschool af en vanmiddag ga ik weer golven. En naar Ibiza. Oh, leuk. Ja, toevallig. Ja. Mijn kleinzoon heeft daar een villa. Oh, en, gaaf. Ja, want die is bij Armada. Ik weet niet of je die kent. Nee, ken je die niet? Nee. Maar wat gaat u daar doen? Van de muziek, nee. Dat ken je toch wel. Arme Verburen ken je. Oh ja, nee, die ken ik wel. Wou ik zeggen, ja. Nou, mijn man is ziek. Tenminste, mijn man heeft een hartkwaal. En hij heeft het dan benauwd in de zon. Dus zodoende gaan wij sinds een paar jaar niet op vakantie. Oh, vervelend. Maar wij wonen hierboven, dus wij wonen mooi. Oké, dat is mooi. Ja, we gaan op vakantie. En waarheen? Naar Ibiza. En daarna nog naar Frankrijk en daarna nog naar Griekenland zelfs. Niet slecht. En wat gaat u er allemaal doen? Nou ja, vakantie vieren, hè? Uitrusten en leuke dingen bekijken. Heeft u wel dingen in gedachten die u wil bezoeken? Nou ja, de stranden in Ibiza natuurlijk. En in Frankrijk gaan we naar de Ardèche, dus dat wordt een mooie vakantie. Dit jaar? Ja. Ja. En waar gaat u heen? Zuid-Afrika. Oh, gaaf. En met wie? Met mijn man. En hoe lang gaat u daarheen? Goeie maand. En wat gaat u allemaal doen? En wij hebben een stichting in Zuid-Afrika voor HIV-kinderen, weeskinderen. Mm-hmm. En we doen projecten in de community, kindercres. En Stichting Temba ondersteunt dat. Dat weten we nog niet. Ik wil wel met mijn vriend, maar we hebben hem niet geboekt. Waar zou je graag heen willen gaan? Griekenland of Spanje. En waarom? Daar is het lekker weer en daar word je bruin. En jij? Ik heb nog geen vakantieplannen. Okay. Waar zou jij heen willen gaan? Ja, naar een land met zon, goed weer inderdaad. Zoals Spanje bijvoorbeeld. Ja. Ik ga niet op vakantie, want ik ben erg ziek. Oh. Dus ik ben gewoon thuis en elke dag dat ik thuis gezonder kan zijn, tenminste redelijk gezond, dan ben ik al heel tevreden en dan hoef ik geen vakantie. Ik ben naar Turkije geweest. Oké, hoe lang? 10 dagen. En met wie? Met mijn man. En wanneer was dat? Wij zijn gegaan 31 mei en 9 juni teruggekomen. Wat heeft u allemaal gedaan? Helemaal niks. Gelegen, gegeten, geslapen, uitgerust. Gezwommen, that's it. Ja, ik ga op vakantie. En waarheen? Eerst naar Mauritius, een weekje en daarna naar Zakynthos. Ja, maar dit jaar goedkoper, omdat we volgend jaar een grote reis willen maken. Okay. Waar wil u dit jaar heen? Ja, een strandvakantie of zo. Okay. Gewoon een rustige vakantie. En volgend jaar? Ja, dat wordt een grote reis. We zijn 25 jaar getrouwd. Dus ja, dan waar precies weten we nog niet. Maar het wordt wel een grote reis. Oostenrijk. En hoe lang? 3 weken. En wat gaat u daar doen? Wandelen. En met wie gaat u? Met mijn man. Ook nog andere dingen dan wandelen? Genieten, hè.